We hebben als familie het slotakkoord bedacht. We hebben Gerrit Kraa uitgenodigd om daar iets over te vertellen. En ik zal hierbij nu al het slot overnemen. Het slot is van jouw vader. Een heel oud slot. Een familiestuk. Dus be careful. Oh, leuk. Dit is een sleutel, denk ik, mag je er zo mee nemen. Kijk, nou, dat is het. Ja, dat doen we. En even open. Het is de bedoeling dat we Daan en Mirjam eigenlijk het eerste slot aan het hek bevestigen. Mirjam aan het hek. Ja, en Mirjam er zo aan. Ja, daarna zal Gerrit Kraa nog eventjes iets over het slotakkoord vertellen. Dan is de bedoeling dat wij met z'n allen eigenlijk om het pand heen lopen en naar het terras. Dan geef ik je deze sleutel. En als teken van onlosmakelijke verbondenheid gooi je hem in de leeg. En het is eigenlijk de bedoeling dat alle pasgetrouwde stellen dat gaan doen, maar daar komt Gerrit nog wel mee. Oké, okay. Ja, leuk. Dus, dit is het officieel. Ach je! Oh ja, de pers is ook al leuk, zoals je al hebt. Draag hem er even mooi aan, dat je hem goed kan zien. Waar zijn we? Oh, ja, die hoofd, daar. Die hoofd. Die, ja, zo'n beetje. Oh, sorry, sorry. Prachtig, dat bakje. Dat was niet. Ja! 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 Ik weet niet waar ik moet kijken, maar... Ja, helemaal goed. In Hongarije, daar heeft Hans en Anneke en Gooi een stal op en die zagen de oploop. En die dachten, wat is er aan de hanen? En die zijn er bezig met, net zoals hier ook, een sleutel aan een slot te bevestigen of aan een tralies. En dan hebben we een sleutel voor de voorgooien in het water. En dan vinden ze toch een prachtige ceremonie. Dan hebben we een oederleg in het Hongaars, dus met bloem wangen. En dan hebben we een oederleg, hoe dan nog wat in elkaar zat. Hoe daar een symbool van was, of van eeuwige verbondenheid. Net zo hoor dat je een sleutel nooit rummen kan krijgen, zo kun je ook nooit de band verbreken. Kun je de sleutel niet meer losmaken, dat is nu gesloten, dus iedereen zit eraan vast. Ik moet zo'n gezicht te bekijken, dan helemaal vrij met. Nou, en het is prachtig mooi dat Hans en ik hebben gezegd dat moet vasthouden en had dat dan een keer zich vuren door onze familie. En al op een bepaald moment meldde de bruidegom zich om te vertellen dat ze gewoon troon. En het was het eerste moest aan de dag niet aan de toekomst te gaan worden. Ja, je hebt nog ook eventjes in godsdienst gezien. Als je dan op Psalm 128 nog kijkt, dat is een prachtig mooie zin. Dat is die van, uw kinderen zullen zijn als olijfplanten rondom de tafel. Ik herinner me een oldeling in Riesen die zei, uw kinderen zullen zijn als olifanten rondom de tafel. De Russen voelen niet hoor, maar toch wel olijfplanten. Ja, en dan heb ik namelijk in de Domi Morsink, dan kan moeder Eiter oorspronkelijk, heeft lang in Wierden woord. En ze moeke met Riesen, dus dat is ook een prachtig mooie verbindenis tussen de vier plaatsen. En dan heeft de psalmboek vertaald in plat. En dan zegt dan in een huwelijkspsalm, beslist het gezin zal bloeien. Vrouwen een mooie wingstok en een trop kinder zal opgroeien. In hoes altijd mooi drok, het likt mooie jonge twiegen als het spul op de tafel steekt. Je kunt er niet van zwiegen als de oen is eigen zeer. Dan heb ik zelf nog een klein gedichtje ter afsluiting gemaakt en dan hebben we lang genoeg gedood. Wat Egmond is aan zee, is enter aan de lee. Die zin begreep ik zelf ook niet, maar dat is toch maar zo. Maar Egmond is aan zee, is enter aan de lee. Veilige haven voor de zomp, prachtplek voor sleutel in de plomp. En dankzij de daar geboden werf, voorkomt een bruidspaar huwelijksbederf. Heeft men samen het slot gesloten, ten overstaan van lieve huisgenoten, welaan, als dan de sleutel is gezonken, zijn twee zielen hecht aan een geklonken. Laat de huwelijksboot dan nu maar varen, mogen God uw weg bewaren. Bedankt. Het is een lap! En dan de sleutel! Het is een lap!
Maar dat daar een storm in het water gooit, dan zijn we van 5 naar 0 en dan gooit hij in het water. Als hij water ligt, dan los. 5, 4, 3, 2, 1, 0!